Het probleem is, als je moet een bestemming hebben die niet aan een groot station ligt, dat je dan heel veel tijd verliest. Il n'y a pas vraiment une grosse critique à faire, oui, à part les retards qui énervent de temps en temps. Treinreizigers hebben ook een stem. Daarom werden er organisaties opgericht die hun belangen vertegenwoordigen. Deze reizigersorganisaties willen graag geïnformeerd en gehoord worden. Om die reden plant Infrabel een 5 à 6-tal keer per jaar een vergadering waar informatie wordt gegeven over de ontwikkelingen en de probleemsituaties binnen het bedrijf. De rondetafels zijn nu al 5 jaar bezig, zelfs iets meer. En het is belangrijk om ons constant te kunnen verbeteren en het is heel goed dat we met hen eigenlijk contact kunnen hebben. De reiziger denkt, wij hebben helemaal niks met Infrabel te maken. Toch waren zij de eerste die ons uitnodigden in zo'n workshop. En wij vinden dat ook goed. En ook de regelmaat van de meetingen is voor ons toch erg belangrijk. Ce genre de réunion, ça nous permet d'être en avoir un contact direct avec ici le gestionnaire d'infrastructure, d'échanger d'informations, de poser des questions, parce que le ferroviaire c'est une thématique complexe et donc c'est pas toujours évident de trouver des réponses et de savoir à qui s'adresser. De rondetafelgesprekken hebben reeds een positieve invloed gehad op de communicatie tussen de reizigers en Infrabel. De realisatie en de ontwikkeling van de website Railtime is hier een mooi voorbeeld van. Railtime hebben we samen met hen eigenlijk op poten gezet. Dus we hebben Railtime ontwikkeld en zij hebben dan ook hun feedback gegeven dus over de werking, over wat er nog verbeterd kan worden en dergelijke meer. Op een bepaald ogenblik hadden wij wat vragen over de informatie die via jullie website kwam en wij hadden daar vragen over en vragen naar verbeteringen. En men heeft die dus heel open, hebben wij onze presentatie mogen geven in deze meeting en dat vinden wij toch wel belangrijk. Infrabel probeert de vergaderingen steeds verder bij te sturen, zodat de transparantie nog meer kan verhogen.